In deze film, aandacht voor wat er mogelijk is met bereikmaskers. En wat is dan zo'n bereikmasker? Nou, een bereikmasker is niets anders dan een toeltje wat me in staat stelt om met een bepaalde kleur of met een bepaalde lichtheid te werken, een bepaalde luminantie. En waar vind je dat? Het is onderdeel van de aanpassingspenseel en dat zit hierboven. Als je dat opent, dan heb je een aantal opties staan. En onderin, onder de penseelgrootte, zie je het woordje bereikmasker staan. En dit is zwart, het is uh, niet beschikbaar. En dat komt omdat we dus nog gewoon geen selectie hebben. Maar als ik eens een klein stukje schilder. Dan zie je dat het opeens wit wordt en dat het dus beschikbaar is. Ik heb daarin drie opties en standaard staat die op uit. En de andere twee opties zijn kleur en luminantie. En van deze foto ga ik aan de slag met het blauw. Dus ik kies in dit geval voor kleur. Je ziet dat de tool verandert. Ik krijg er een soort pipetje bij. En met dit pipetje kan ik dus dingen gaan doen. Nou, ik ga eerst nog gewoon even verder verven in de foto. Ik maak hem gewoon even helemaal geselecteerd. En ik kijk door de masker overleden te laten zien of ik dat goed gedaan heb. Nou, in dit geval heb ik dat goed gedaan. Heel mijn foto is groen, inclusief de bloem. En je ziet ook gewoon, de bloem is ook donkerder geworden. Dan ga ik bijvoorbeeld de belichting aanpassen. Dan zie je dat dat invloed heeft op de hele foto. En we willen dat eigenlijk gewoon alleen op het blauw doen. En hoe ga ik dat dan doen? Ik ga Lightroom vertellen met het pipetje van... ...hé, hey, dit is het blauw waar je iets mee moet gaan doen. En ik klik gewoon heel simpel op het pipetje... En mijn cursor wordt die pipet. En ik kan gewoon ergens in de foto klikken. En je ziet wat er gebeurt. Bovenin wordt er niks gedaan op dit moment. Ik laat bijvoorbeeld even mijn overlay zien. En je ziet ook gewoon dat die veranderd is. Ik kan met dit pipetje dus bepaalde gebieden selecteren. En op die manier kan ik zeggen: met deze kleuren moet je iets doen. Hou je de shift ingedrukt, dan kun je meerdere pipetjes neerzetten. En je zult merken, als je dit gaat doen, dat je met vijf pipetjes. De eerste gewoon verliest. Kijk, die is weg. Nou, dit is alleen niet echt. Ja, dit zou soms kunnen werken en soms ook niet. Je ziet in dit geval is de bloem nog steeds geselecteerd. Als ik bijvoorbeeld het masker is veranderd naar uh, rood, dan zie je in dit geval dat de groene stil niet mee is geselecteerd en, en de gele stampers ook niet. Maar je ziet bijvoorbeeld hier onderin wel dat de witte bladeren ook gewoon deels rood zijn en dus mee geselecteerd zijn. Nou, ik zou dan de hoeveelheid lager kunnen zetten. Waardoor die selectie minder wordt. Maar je ziet eigenlijk ook gewoon wat er in mijn blauw gebeurt. Mijn blauw verandert ook een beetje. Ga ik nu aan de slag met uh, het maken van correcties in het blauw. Dan zie je bijvoorbeeld linksboven in het voorbeeld al. Dit gaat niet fraaier worden. Dus ik ga dit even opnieuw instellen. En ik ga opnieuw even gewoon door mijn hele foto heen verven. Laat ik eens gewoon een grotere kwast pakken. Dan zijn we ook sneller klaar. En ik zet de overlay even uit. Ga ik terug naar mijn bereikmasker. Pak ik kleur. Als ik nu een uh, bepaald gebied van blauw zou willen selecteren, dat kan ook. Ik uh, klik dan niet met het pipetje, maar ik begin gewoon ergens en ik hou de muisknop ingedrukt. En als ik hem dan naar beneden sleep door het blauwe gebied heen, dan zie je al dat ik een heel ander bereik krijg. Mijn bloem wordt opeens een heel stuk minder. Druk ik nou op de O om het te laten zien, dan ben ik eigenlijk gewoon met één druk op de knop van heel mijn stil en mijn bladeren af. En als ik nou ga selecteren met de slider. Dan zie je dat mijn bloem eigenlijk al nagenoeg perfect is. Ik kan met shift en klikken bijvoorbeeld nog een gebied erbij zetten. Om mijn selectie nog net wat nauwkeuriger te maken. Maar hij pikt het net niet helemaal op. Misschien is het een klein beetje doorschijning wat er is. Nou ja, goed, oké, okay, dat zou je dan nog even handmatig uit kunnen maskeren. Wil je het pipetje overigens gewoon los uitzetten? Klik dan gewoon op de plek waar het stond en het pipetje dat staat weer terug. Ik ga toch even kijken of ik die blaadjes ook nog gewoon even handmatig uit kan schilderen. Natuurlijk kan dat. Is wel zo netjes. Hè? Je wil gewoon iets doen met de lucht. Maar je ziet, we hebben op zich al een, een vrij snelle selectie gemaakt van alleen het blauw. Zonder dat we daar gewoon al die losse blaadjes voor moesten selecteren. Nou, ik ga het even zo laten. Ik druk op de O om mijn masker af te zetten. En ik heb nu dus eigenlijk alleen gewoon het blauw geselecteerd. En je ziet wat er gebeurt als ik met de belichting aan de slag ga. Ik kan bijvoorbeeld met verzadiging een uh, lekkere, mooie zomerse blauwtint maken op alleen de kleur. Dit is de before en dit is de after. En je ziet, het heeft nagenoeg geen invloed op de bloem. Maar, zoals je zag, er was nog een tweede optie bij het bereikmasker en dat was de optie luminantie. En dat ga ik met een andere foto laten zien. Deze. En met luminantie heb ik de optie om iets te doen met het verschil tussen donker en licht. Het bereikmasker is wederom uit en om het te selecteren zet ik gewoon ergens een streep en ik kies bereikmasker luminantie. Dan druk ik op de O om mijn bereikmasker zichtbaar te maken. En als je goed kijkt, dan zie je dat er bij bereikmasker deze keer geen pipetje te zien is. Dat klopt, we praten over luminantie, dat is dus helderheid. We praten over het donker tot en met licht. En we gaan daar een bereik in maken. Ook in dit geval selecteer ik even gewoon een groot stuk van de foto om te zien wat er dus verandert. Want dit bereik heeft twee sliders. Ik heb allereerst de slider bereik, dat gaat uh, over licht en donker. En ik heb vloeiendheid, dat is eigenlijk voor de finesse. En wat wil ik in dit geval? Ik wil achterin bij dit licht wil ik iets doen. Dat moet ik dus gaan selecteren. Nou, dat houdt in dat ik een bereik heb waar praktisch geen donker in zit. En de slider aan de linkerkant zou dus naar rechts getrokken worden om het donkere gedeelte te deselecteren. En je ziet wat er gebeurt. Je kunt hem niet helemaal naar 100 trekken, uiteraard op bij 95. Maar het zou ook andersom kunnen werken als ik zeg van nou ik wil eigenlijk het lichte gedeelte niet selecteren. Dan haal je de rechterslider naar links en dan pak je eigenlijk alleen de donkere delen in de foto. Maar we willen het dus andersom. En als je nou zegt van ja dit is eigenlijk nog net iets te veel, dan kun je met vloeiendheid nog wat spelen. En zeg dat ik dit als selectie wil. Met de een overlay mask uitzetten. En ik kan nou bijvoorbeeld met de belichting gaan spelen. En dat heeft eigenlijk alleen maar invloed op mijn heldere tinten. Eventueel nog wat mist toevoegen. En je ziet het, nu heb ik dankzij het bereikmasker gewoon in een handomdraai uh, alleen de lichte tinten aangepakt. Dit is bijvoorbeeld de before en dit is de after. En zo zie je dus dat je bij bereikmaskers heel simpel met alleen een kleur of alleen lichte tinten aan de slag kunt in Lightroom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!